Jan Verhaalte, hoe onnodig was deze? Ja, heel onnodig. Eerste helft denk ik een hele goede wedstrijd speel je. Heel veel kansen gecreëerd. We hebben er 7 echt goede kansen geteld. Ja, beloon onszelf niet. En dan kom je door een pengel kom je achter. Dan ga je tweede helft in vol tempo door. Dan vecht je je terug in de wedstrijd. Kom je goed op 2-1. En in die fase, ik geloof nog 7 of 10 minuten spelen. Ja, en dan zijn we niet in de eindfase goed geconcentreerd. Niet rigoureus genoeg. Niet een slimme overtreding maken. En dan vliegt er een zondagschot in. En uiteindelijk, zelfs in de omschakeling bij een corner voor ons, geven het ook nog weg. Ook, ja, dat is zure kan niet. Totaal onnodig. Ik denk als je kijkt naar de hele wedstrijd, is maar één ploeg die er verdient te winnen. En dat zijn wij. Maar we staan op het eind van de streep staan we met lege handen. Ja, hoe kon dat gebeuren? Nou, er zitten meerdere elementen natuurlijk. Je hebt zelf voldoende kansen in de eerste, maar ook in de tweede helft om de voorsprong verder uit te breiden of om voorsprong te komen. Dat laten we na. Dan kom je achter op 0-1. Nou, de tweede helft, dan zie je dat we het spel weer mogen maken, kunnen maken. En dan kom je ook verdiend op 2-1, denk ik. Nou, dan blijft 3-1 eigenlijk een beetje uit. En dan zie je dat hij in de 60 minuten een geweldige manier binnenvalt. En dan wordt het 2-2. Ja, dat hij dan in de laatste minuut nog 2-3 wordt, dat is wel heel erg pijnlijk, ja. Ja, hoe komt het dat jullie eerste helft zoveel kansen nodig hebben? Ja, je creëert de kansen, dat is hartstikke goed. En dan moet je ze erin schieten, ja. Dat is kwaliteit, noem het maar hoe je noemt. Ja, soms gaan ze erin. Dat is moeilijk te verklaren, denk ik. Er is geen een van alle die daar opzet bij heeft. En zijn ook goede aanvallen geweest. En dan heb je net een beetje die pech, of dat misschien het geluk ontbreekt. Geef het een naam. Hè, maar het is gewoon onvoldoende om een goal te maken. Ja, welke les kunnen jullie uit deze wedstrijd trekken? We moeten een team blijven en dat is het allerbelangrijkste. Het is een tegenslag en we hebben net een hele mooie race gehad van 3 wedstrijden waar we 7 punten halen en ook 0 tegendoelpunt hebben. En dat gaf ons ook vertrouwen, maar dan moeten we niet er al een keer van ons van de leg laten brengen. En gewoon dezelfde dingen blijven doen. Juist elkaar weer gaan zoeken en ons in onze kracht zetten. En niet meer in oude patronen vallen zoals voor de winterstop. Ook al kom je kort voor tijd, maar dat is altijd met voetbal. Het duurt 90 en in dit geval 95, 96 minuten. Dat je dan alle tijden geconcentreerd en agressief en scherp moet blijven. Ja, dan is het hartstikke jammer na deze goede reeks, want we waren gewoon op de goede weg. En ook vandaag een hele goede eerste helft gespeeld. Alleen de ballen moeten er nog steeds wel in.